Hartelijk welkom. Dit is het RTVA-nieuws van woensdag 22 oktober. We beginnen het nieuws vandaag met een verkeersongeluk. Op het kruispunt Noordammerlaan boven Kerkerweg is een jongen aangereden door een vrachtwagen. Rond 10:30 vanochtend stak het slachtoffer over vanaf de Noordammerlaan richting Sportlaan. Een vrachtwagenchauffeur die eveneens vanaf de Noordammerlaan kwam, draaide richting de Bovenkerkerweg. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de jongen in de dode hoek van de vrachtwagen gereden, want de fietser werd volledig over het hoofd gezien. Door de aanrijding heeft de jongen beenletsel opgelopen. Toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht, was hij in ieder geval bij kennis. Het aantal meldingen van vliegtuigoverlast is in de periode van 1 mei tot en met 31 juli 2014 met 86% gestegen. Dat meldt het bewonersaanspreekpunt Schiphol, BAS, in de derde kwartaalreportage. Wij vroegen manager Sandro Broeke wat de oorzaak is van deze sterke stijging. Nou, ik denk dat komt door de vele perioden van baanonderhoud in deze periode. En dan worden dus andere banen gebruikt en dan gaan mensen die daaronder zitten, die gaan klagen. Ja, we krijgen dan als banen in onderhoud gaan en bijvoorbeeld de Kaagbaan is 3 weken in onderhoud geweest. Dat is toch onze hoofdbaan samen met de Polderbaan. Mm-hmm. En dan krijg je andere baancombinaties, andere banen worden ingezet. Dat is dan niet gebruikelijk. Ja, en dan ervaren mensen meer overlast als voorheen. Nou, is er ook een taxibaan wordt aan gewerkt, hè? Geeft dat ook extra overlast? Jazeker. Een van de aanbevelingen van BAS in 2013 was dat we niet alleen een planning maken voor de banen, maar ook voor de rijbaan. Dat kan grote consequenties hebben voor de inzetbaarheid van de landing- of startbaan. Zijn er in het derde kwartaal ook speciale weersomstandigheden geweest die hier genoopt hebben tot een ander baangebruik? Jazeker. Als een van de banen uitvalt, krijg je sowieso al een ander baangebruik. En daarnaast speelt weersinvloeden is altijd van ontzettend groot belang. En dan hebben we het met name over de buitenveldersbaan. Die baan dat is geen Noord-Zuidbaan, maar een Oost-Westbaan. En met een harde westelijke wind, zetten we de buitenveldenbaan in. En dat is ook een aantal keren in deze periode voorgekomen. Er is één bepaalde vlucht geweest die heel veel overlast in Amstelveen heeft gegeven. Hè? Welke was dat? Ja, dat was een Boeing 747 die van de Kaagbaan is vertrokken richting Johannesburg. En dat betekent dat hij eigenlijk de draai gaat inzetten boven Amstelveen. Ja, en gezien het tijdstip net na middernacht heeft dat voor overlast en veel meldingen gezorgd. Want vloog hij nou extra laag? Nee hoor, hij vloog precies zoals het moest. Er was ook niks aan de hand met die vlucht. Alleen ja, het zijn zware kisten, vrachtkisten. En die maken meer geluid als een ander vliegtuig. De oudere combinatie Amstelveen heeft het plan opgevat om senioren met een minimuminkomen gratis met het openbaar vervoer te laten reizen. Dit zou dan moeten gelden in de weekenden en op werkdagen na 9 uur. Nou, wij zijn dus op het spoor gebracht door Amsterdam, wat een soort pilot is gestart vorig jaar. En we hebben dus ouderen met een minima-inkomen, die hebben dat dus al daar. En wij zijn al 8 jaar bezig om het in Amstelveen voor elkaar te krijgen als oudere partij. En nu eindelijk hebben we zover dat de raad dus helemaal mee zit. Dus ook de nieuwe raad, de VVD en D66 zijn de grootste partijen. En die hebben we tot nu toe nog nooit mee kunnen krijgen. En nu zijn ze wel voor ons. Maar het is toch besloten om nog even dit uit te stellen, omdat het in de regio waarschijnlijk beter is. Dat je dus niet alleen Amstelveen kan reizen, vrij beperkt. Maar dat je dus door kan reizen naar Alsmeer of naar Oudekerk, dat willen we dus voor elkaar zien te krijgen. Volgende week is er een commissievergadering en dat zal er dus verder besproken worden via de desbetreffende wethouder die erover gaat, meneer Branders. En die gaat er dus bekijken of we dat inderdaad voor elkaar kunnen krijgen en ik denk dat het lukt. Waarom is het dan alleen gratis voor ouderen en niet voor andere mensen met een minimaal inkomen? Ja, omdat wij de ouderenpartij zijn, hebben wij ons nogal toegespitst op de ouderen. Maar het kan ook zijn dat ze dus dit doortrekken naar andere groepen met minima-inkomens. Maar dat kan ik niet beoordelen. Dat moet het college doen van burgemeester en wethouders. Is er voor ouderen niet al een regiotax waarmee ze gratis naar locaties kunnen? Ja, maar die regiotaxen werken niet zo optimaal. Mensen hebben vaak klachten over dat ze 1,5 uur moeten wachten voordat uiteindelijk die taxi komt. En met terugbrengen ook niet ideaal. Mensen moeten zelf de gelegenheid hebben om dus op een bus te kunnen stappen of op een tram en gewoon ergens heen te kunnen gaan, maar niet afhankelijk te zijn van dit soort
instellingen. Heeft u al veel aanvragen gehad van ouderen die dat willen? Nee, dat hebben we tot nu toe nog niet, zover zijn we nog niet. We willen eerst kijken of dit doorgaat en dan kunnen we contact opnemen met verschillende oudere groepen om te kijken hoe de interesse ligt. We weten wel dat het ongeveer om zo'n 2200 mensen gaat in Amstelveen alleen dus, die dus in aanmerking zouden komen voor zo'n regeling. Gewoon doen, dat is de nieuwe naam van het leer- en werkbedrijf van Ons Tweede Thuis aan de Bouwerij. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hier enkele dagdelen per week komen werken. Wij zijn de hele tijd op zoek geweest naar een naam voor de producten die we maken. En uiteindelijk, zoals wij begonnen zijn, zeiden we ook altijd van weet je, we gaan het gewoon doen. En op een gegeven ogenblik hadden we zoiets van eigenlijk is dat ook alles wat ons werk inhoudt. We moeten het en we gaan het gewoon doen. Wij hadden geen showroom. En dit was gewoon een opslagplaats die eigenlijk een beetje stond te verpieteren. En wij onze producten niet goed konden uitstellen of verkopen. En we hadden zoiets van, nou, we willen van binnen naar buiten, maar we willen buiten ook naar binnen halen. En dat doe je door middel van een showroom. Vandaar de nieuwe showroom en de opening van de showroom. Ja. We zien hier zelfgemaakte houtproducten, banken die buiten, zowel buiten als binnen gebruikt kunnen worden. Van tafels tot stoelen, plantenbakken, wijnrekken. En die zijn allemaal gemaakt van pallethout die we aangeleverd krijgen door bedrijven hier uit Amstelveen. En dat vermaken wij tot dit soort producten. Dat is wat jullie hier allemaal kunnen zien. Wij verdringen de timmerman niet van de arbeidsmarkt omdat wij een andere kwaliteitsnorm hanteren als de timmerman. En wij maken ook maar een bepaald product. En dat doen we nooit zo snel als de timmerman, want we doen er wat langer over. En mensen die hier iets komen kopen, die moeten ook weten dat wij niet maatwerk leveren. Dit is wat we maken, dit is kun je kopen, maar wil je het een meter kleiner of een bank van 10 meter, dan moeten wij helaas nee verkopen, want dat kunnen we niet. Nou, wij zijn goed in het maken van dezelfde dingen, omdat dat helderheid verschaft voor onze medewerkers. Die kunnen dat aan, die worden niet overvraagd. En die zien nu ook hun eindproduct, waar iedereen zijn onderdeel of zijn zaak aan heeft bijgeleverd. Dus ze zijn allemaal met deelhandelingen bezig. En uiteindelijk komt er één eindproduct uit waar ze samen trots op kunnen zijn. Amstelveen heeft al bijna een jaar geen stadsdichter. Voorheen beschreef Koos Hagen poëtisch het wel en wee van onze woonplaats. Maar hij moest plaatsmaken voor een jonge vervanger. Deze is rechter niet gekomen en nu is Amstelveen weer op zoek naar een nieuw talent van alle leeftijden. Het was in 2009 dat de gemeenteraad initiatief heeft genomen om met de stadsdichter te komen. Dat wilde de raad heel graag om wat meer aandacht te vragen voor Amstelveen en aandacht voor cultuur. We hebben de eerste stadsdichter gehad tussen 2010 en 2014, dat was Koos Hagen. En toen begin 2014 is gezegd van goh, zou het niet leuk zijn om nou vooral te kijken of er een jeugdstadsdichter kon komen. Nou, dat is helaas niet gelukt. En nu proberen we het opnieuw. We zijn nu op zoek naar een stadsdichter en nodigen natuurlijk vooral ook jeugdigen uit om mee te doen. Een stadsdichter die schrijft gedichten natuurlijk, dat spreekt voor zich. Heeft een band met Amstelveen. En dat betekent dat hij minstens één keer per maand een gedicht schrijft en vaak ook optreedt. Bijvoorbeeld bij de gemeenteraad of bij bepaalde bijeenkomsten, dodenherdenking of Koningsdag, weet je wel, dat soort gelegenheden. Dus je moet gewoon goed kunnen schrijven, je moet een band hebben met Amstelveen en het ook leuk vinden om dat voor een publiek te vertellen en te performen. Nou, we maken geen onderscheid tussen leeftijden en jeugd of wat dan ook. Het leek ons wel, dat leek de raad wel leuk om echt een jeugdstadsdichter te hebben. Omdat het toch jongeren hebben een wat andere kijk op dingen. Bepaalde onderwerpen die de jeugd aangaat. Maar dat maakt eigenlijk niets uit. We willen heel graag dat er gewoon een goede stadsdichter komt. En als het een jeugdstadsdichter is, nog mooier. Kijk vooral op de site, want daar staat alle informatie op. www.amstelveen.nl En daaronder staat dan weer stadsdichter. Je moet in elk geval 3 gedichten gaan uploaden, zoals dat zo mooi heet. Of insturen mag ook. Dat moet je wel doen voor 15 november. En dan gaat een jury beslissen welke mensen die gedichten mogen voordragen. En die kiest de stadsdichter die voorgedragen wordt om benoemd te worden door de gemeenteraad. Dus kijk vooral www.amstelveen.nl/stadsdichter. Tot 15 november kun je gedichten uploaden. Dus ik zou zeggen,
De gemeente Amstelveen gaat de komende jaren flink bezuinigen op de interne organisatie. Wethouder Herbert Raad legt uit wat er precies gaat gebeuren. Nou, de aankomende jaren gaat er een hoop veranderen hier. We moeten bezuinigen. Ja, dan kijk je natuurlijk eerst naar je eigen organisatie, voordat je bij anderen gaat kijken. Mm. Ja, en je ziet ook dat we heel veel afdelingen hebben. Vroeger hadden we veel projecten in Amstelveen, hè, grote woningbouwprojecten. Die hebben we niet meer, dus er is geen werk meer voor. Ja, dus we gaan een aantal zaken hier intern veranderen, om te zorgen dat we gewoon uitkomen met ons geld. U bedoelt, er komen ontslagen? Nou ja, mensen zullen wel van plek moeten veranderen. Want op bepaalde plekken is gewoon geen werk meer voor ze. Wat ik zeg, grote projecten die hebben we dan niet meer. Nee. Aan de andere kant zie je ook wel weer dat we in die zorg steeds meer taken krijgen. Dus daar zijn een hoop vacatures. Dat probeer je dan te matchen met elkaar. Dus dat mensen een andere baan kunnen krijgen binnen de gemeente. Maar goed, het is een grote dobber om alles voor elkaar te krijgen. Dat lijkt mij ook, want als je ambtenaren hebt die eerst in de bouw zaten en in de techniek, zeg maar, die kan je toch niet zomaar in de zorg stoppen? Nee, klopt. Dat kan ook niet allemaal zo één op één. Je moet wel kijken waar je mensen kan gebruiken. Aan de andere kant gaan er ook vloeien er heel veel mensen uit, hè. Die gaan met pensioen. Ja. Dan vul je dat niet automatisch op. Mm-hmm. Want ja, het moet allemaal betaald worden. En nogmaals, het moet goed gaan hier. En we willen zorgen dat we onze begroting op orde houden. Mm-hmm. Ja, en dat betekent eerst je eigen huis op orde. Dus daar gaan we mee aan de slag. En hoeveel procent moeten we dan rekening mee houden dat het volgend jaar minder wordt, de begroting voor de gemeente? Nou, op zich komt er meer geld bij, omdat die zorggeld komt erbij. Dus qua begroting komt er 20 miljoen bij. Dus dan gaat het naar de 195 in plaats van de 175. Mm. Maar het gaat hier meer, u vraagt naar van wat doe je nou met je organisatie? Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat je de mensen die je op plekken hebt zitten, dat je die ook kan betalen? Ja, en dat is iets waar wij de aankomende jaren echt forse ingrepen op zullen doen. Mm. Om te zorgen dat die begroting gewoon op orde blijft. Want als dat niet gebeurt, ja, dan zijn de Amstelveners aan de beurt door belastingverhoging. Ja. En dat is nou iets wat wij als college van BNW hier in Amstelveen niet willen. Je moet niet zeg maar continu de rekening neerleggen bij de burgers en bij de ondernemers. Dat doen ze in Den Haag al veel te veel. Want het is gewoon slecht voor je stad. Zaterdag wordt bij het Open Hof aan de burgemeester Haspelslaan een markt voor heel Amstelveen-Noord gehouden met de titel Verrijk je wijk. Bewoners worden hier geïnformeerd over wat er leeft en speelt in de wijk. Nou, het blijkt dat in de wijk, hè, er gebeuren ontzettend veel dingen. Er zijn heel veel mensen die iets voor elkaar open voor hebben. Er zijn vrijwilligersgroepen, ZZP'ers, kleine ondernemingen. Het is, overal in de wijk gebeuren dingen, maar mensen weten het soms niet. En wij weten, als wijkcoaches van AZ, wij weten dat mensen echt veel behoefte hebben om elkaar te leren kennen, om elkaar te ontmoeten. Nou, dan gaan we op één dag, één keer per jaar, willen we alles wat er in de wijk speelt, alles wat zich hier afspeelt, willen we bij elkaar brengen. En dat onder het motto van Verrijk je wijk. Het is ook voor Amstelveners uit Noord. Maar ja. Mogen er nu ook Amstelveners uit andere wijken komen? Er bestaat niet zoiets als een paspoort waarop staat dat je uit Amstelveen-Noord komt. En we hebben ook geen douane. Ik weet zeker dat er ook nieuwsgierige mensen uit Zuid zullen komen. En misschien ook nieuwsgierige mensen uit andere gebieden. Noord presenteert zich hier en de bedoeling is wel om te laten zien hoe levendig Noord is. Maar Amstelveen, ja, houdt zich natuurlijk niet aan grenzen. Zoals wij vrijdag al in onze uitzending hebben gemeld, staat volgens het Parool het politiebureau in Amstelveen-Zuid op de nominatie om te verdwijnen. De burgemeester wil het voornemen van de politie eerst met de commissie bespreken voordat ze RTVA hierover te woord staat. Ook de politie wil hier nog geen mededelingen over doen. De Amstelveener is het in ieder geval niet mee eens. Nou, ik ben eerlijk gezegd doorgeschokt. Want hoe komt het nou dat zo'n verarming optreedt in Amstelveen-Zuid? Het is een hele slechte beslissing, want de criminaliteit neemt alleen maar toe. En je krijgt steeds minder agenten op straat, dus het is niet goed voor de veiligheid. Nou, ten eerste wist ik het niet en het lijkt me een hele slechte zaak. Omdat? Aangezien er al heel veel onrust is over diefstallen, inbraken enzovoort. Nou, ik kijk er eigenlijk wel van op. Ik had het niet verwacht. Jammer. Het was wel fijn om een politiebureau toch redelijk dichtbij te hebben, voor het geval dat. Het is aan de andere kant gewoon leuk voor de kinderen, maar voor de andere mensen is het niet leuk, want straks gebeurt er misdaad en dan moeten we politie helemaal uit Amsterdam bijvoorbeeld komen of weet niet waar. Net zoals al die andere bezuinigingen, ik heb daar een simpele oplossing voor. Gemeenteraadsleden en de burgemeester en de college van burger en de wethouders, ja,
om die dan allemaal met het politiebureau bij Tourbeur te zetten. Is het ook bezet? Ik vind het best wel jammer, ja. Ja, want er blijft weinig over hier in Amstelveen. En voelt u zich op het moment veilig in Amstelveen? Op zich wel, ja. Nou, ik voel me wel veilig, alleen er zijn mensen die zich minder veilig voelen. Vooral mensen die slechter been zijn, die durven s'avonds al niet meer de deur open te doen. Ja hoor, ik voel me nog steeds veilig gewoon. Oh jawel, jawel. Ja, daar heb ik geen problemen mee hoor. Nou, ik voel me best veilig op straat, dus ik wil niet dat het gaat sluiten. Ik vind het aan de ene kant heel prettig, maar aan de andere kant ook heel jammer. Want dat betekent dat er minder politie is. En ik zelf persoonlijk ben er heel erg blij mee. Ik hoop dat alle politiebureaus sluiten, maar ja, dat is mijn mening. Maar ja, wat zal ik zeggen? Dat is aan de ene kant jammer, aan de andere kant vind ik het ook wel goed. Dat vind ik een heel slecht iets. Je bent niet zo blij met de politie? Nee, niet van de politie van Amstelveen is, vind ik eigenlijk niet echt. Sommige agenten wel, sommige agenten niet. Ik weet niet, ik heb het niet zo echt met politie, maar ik vind het wel jammer dat het gaat sluiten, want het betekent dat er minder politie is, dus minder veiligheid, denk ik dan. Maar aan de andere kant ben ik ook blij, minder rare agenten, zeg maar. Dus ja. Stom. Ja, stom ja. En dan nu het weer. Op een enkele bui na wordt het vanavond droog en klaart het op. De wind zwakt af naar matig. Morgen is het bewolkt en kan er lichte regen of motregen vallen. Het wordt 14 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. En dit was het RTVA-nieuws van woensdag 22 oktober. Wij zijn er morgen weer om 7 uur. Tot dan.